Dames, heren, jongens, meisjes, vandaag is het er weer. Allee, morgen is het zover. Ik ga echt verhuizen. Ja, er is al een tijdje geen verhuizen online gekomen. Nu wel weer. Ja, nu wel. Want het is tijd. Ik ga verhuizen. Zoals jullie kunnen zien. Ja, ik dacht er later pas aan van dat ik moet het filmen. Want ik heb het eigenlijk alles al ingepakt. Wat ik dus nu ga doen, ik ga alles weer uitpakken en dan opnieuw... Natuurlijk niet, dat zou zo dom zijn. Nee, ik heb eigenlijk al mijn kleding en zo, dat kun je ook allemaal zien. Shirts en truien, shirt-truien. Jassen en badjassen en shirts en truien. Winterjassen, broeken, random dingen, ingevroren stront. Kussen, dekbed, truien, foto met Bram. Er zit één foto en daar is het helemaal voor opgeschreven, heel raar. Nou goed, hier is dus allemaal zooi en poepzooi. Dit bed gaat mee, ik heb een nieuw bed gekocht. Toch een nieuw bed gekocht uiteindelijk, ik dacht heel lang van moet ik een nieuw bed kopen, ja, nee, nou, dat heb ik toch gedaan. Maar het duurt 14 weken voordat dit er is. Dus ik neem even een ander bed mee. Nou, hier mijn televisie. Ik ga uiteraard nog mee. En deze. Die heb ik dus proberen te verkopen op Marktplaats. Nou ja, ik ging dus op Marktplaats proberen van dat te verkopen. Nou, echt, ik hoef er helemaal niks voor. Maar niemand wil dat ding. Dit is echt de mooiste room divider ooit. Nu ga ik hem maar wegjanken, denk ik. Maar ja, als niemand het wil hebben, ja, dan kan ik ook moeilijk wat doen. Hier weet je allemaal een beetje dure spullen. Ja, joh, gooi ik hem weg. Ik kom uit. En deze hele setup, die moet natuurlijk ook mee. Dingetje is, ik kan nog niet gaan wonen in mijn huis, aangezien de badkamer niet helemaal af is. Dus ik ga morgen alles verhuizen, maar nog niet het bed klaarzetten, want de badkamer is daar in de buurt wat af moet. En wat houdt het in? Dat houdt in dat ik dus nog even lekker weer terug ga naar mijn auto van. Ja. Voor 8 dagen, 9 dagen denk ik woon ik weer bij mijn ouders en daarna woon ik pas op de plek waar ik ga wonen. Ik zie het wel even lekker, even kleine champagne man, flinke pil goals. 1,5 liter, lekker man. Nee, maar goed, dit is op zich wel klaar. Er komt morgen trouwens een verhuisdienst. Ja, ik ga het natuurlijk helemaal niet zelf doen, want daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Ik ga nu dit opruimen, ik ga even de camera neerzetten en dan klap ik en dan is het helemaal opgeruimd. Nou, even iets heel eerlijk, ik heb dit natuurlijk helemaal niet zelf ingepakt. Ik heb natuurlijk allemaal mijn ding gedaan, want ik kan het natuurlijk helemaal niet inpakken. Voor papers. Deze dikke enge tv gaat natuurlijk mee, want ja, weet je. Roel wat even lekker Beyblade Burst aan kijken, sick man. Hey, daarom ook, besef deze tv is zo dun. Als je die zelf moet vervoeren, dat kan toch helemaal niet? Dat gaat toch zeker kapot. En dan het laatste wat meegaat, dat is die wasmachine. Maar daarom moet eerst de droger eraf, dus dat gaan we straks ook doen. En de wasmachine moet ik even ontkoppelen, maar hier kennen mijn mensen als Koen. Ja, dat is duidelijk, dat moet natuurlijk helemaal fout gaan, dat kan niet anders. Maar het eerste wat we nu gaan doen, is die motherfucking setup even helemaal uit elkaar kanten. Let's do this. Zo ziet het er nu uit. Hatsa! Alleen de stoel over en een omgekeerd bureau, dat dacht ik, dat ziet het er wat vetter uit. Alleen de wasmachine moet even los. Dat wordt wel een dingetje, maar dat gaat helemaal goed. Ja, jij, dat kan niet moeilijk zijn. Mensen, ik heb vakkundige hulp. Meneer Koen, ja! Yeah. En op mij. Wat doe je nou? Maar ja, die hebben we dus nodig, want deze gaat hier uit. Dan loopt hij hier zo naar beneden, dus die moet goed zijn. En die moet los, want die komt daarin. Maar hij zit hieronder ook nog iets. Ja, dit moet er ook uit. Mensen, ik heb een emmer. Nu moet ik hem losdraaien. Dus zie, er komt allemaal water uit, maar ik ben voorbereid, want ik heb een emmer. Zo, er is veel water, maar ik heb een emmer. Het klinkt allemaal naast de emmer. Oké, nou, er zit blijkbaar weinig water meer in. Ah, jongen, helemaal leeg, man. Dit was een appeltje, jongen. Oh, toch niet helemaal leeg. Nou, goed. Nou, dan trekken we deze eruit. Hatsa. Ik wil even dat smerige ding even losmaken. En dan is de hele wasmachine gefixt. Nou, dan neem ik nu de tv mee. Ubers of the good life. Yeah. New day. New me. Wee. Mensen, vandaag is zover. De big verhuizing. Bed is uit elkaar. Hier heb ik nog matras en dit. Gaat allemaal mee. Want ja, ik had verteld dat ik moet lang wachten. Dikke vette off-white deur, man. Dik, man. Computer ingepakt. Zoals je ziet. Zeer professioneel gedaan. Mensen gaan niet lopen haten. Ik weet wat ik doe, man. Ik weet wat ik doe. Bureau kreeg ik niet uit elkaar. Dus ik ga zeggen dat het zo hoort. Hopelijk zeggen ze dan niet van het moet uit elkaar. Maar dan, ja, dan jank ik hem wel gewoon weg. En voor de rest heb ik voor mij maar 6, 17 dozen. 3 beeldschermen. Waarvan ik er eentje gisteren bijna gemold, met een nadruk op bijna. Want ik had een kabel eruit getrokken en die was ik toen kapot getrokken. Toen zat zeg maar die hele poort verstopt. Toen ging ik daar aantrekken en dat ging niet helemaal goed. Maar we survived. We are ready. Even wachten op de verhuisproef. Mensen. Kijk nou. Het is helemaal leeg. Jongen. Nog een koffer. Een handdoek. Een voetbalschoen van Mattie. Dat is echt smerig, zoals je ziet. Maar we hebben echt goed nieuws. Want er komt dus een schoonmaakploeg. Ik hoef mezelf helemaal niks te doen. Kijk even hoe stoffig dit is. Holy shit. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit ooit schoongemaakt heb. Zeg maar, dit is 2 jaar oud stof. Wil je nou 2 jaar oud stof van mij kopen? Nou, dat kan niet meer, helaas. Moving like the speed of sound.
gaan nu bezig met alles naar binnen te halen. Kijk, dit heb ik meegenomen. Een schaakbord, een bord. Waar herken je dit van, mensen? Dit kunnen we herkennen als het goed is. En een mat. Voor de rest, de eerste lamp doet het. Spotjes doen er. Achter is een ledlijn die je doet. Het wordt langzaam echt mooi, mensen. Ik ga het ook nog goed laten zien. Eerst ga ik even helpen met verbouwen. Verbouwen? Met het, absoluut niet met het verbouwen. Verhuizen. Alles nu laat ik even naar binnen en ik moet zorgen dat er geen dingen stuk gaan. Nou, nu valt het best wel mee, zoals je kan zien. Dit is alles. Nou, oké, en mijn bed en zo staan beneden. Waar zijn heel veel mensen aan het werk. Mensen, het valt nog reuze mee. Moet je kijken. Als je dit hebt, dit kleine hoekje. En hier allemaal niks. Helemaal lekker. Hier komt de keuken binnenkort. Die komt pas echt meer tot eind september. Dat duurt nog wel even. Ik denk, ik hoop dat ik volgende week al kan wonen. Dan zal ik dit volledig huis laten zien. Dat wordt echt wel gaaf. En ik moet even niet vergeten om deze dingen te bestellen. Ik heb hier nu enorme gapende gaten zitten. Dus dat is een beetje jammer. Dames en heren, een dagje later, maar een stuk minder lekker weer trouwens. Gadverdamme. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben nu even nog een keer langs gegaan om te kijken hoe het eruit ziet. Gisteren waren er heel veel mensen aan het verbouwen en aan het verhuizen natuurlijk. Dat is allemaal gedoe. Ik ga nu even laten zien wat er allemaal nieuw is. Zoals jullie zien, hier zijn dus alle dozen die we gisteren naar boven hebben. Nou, we verhuizen naar boven hebben. Dit was met de tv op mijn kamer stond. Dit is de big one. Ik kan zo maar zien dat overal de stopcontact zit weer in. Ja, mooi zwart. Ja, ik vind het er wel gaaf uitzien. Hier komt de keuken. Dus daarom heb je hier. Ja, hier kan je makkelijk alles aanklikken. Kijken of het al werkt. Ja. En hier, dit vind ik ook gaaf. Hierachter heb ik zo'n ledlijn laten plaatsen. Helemaal van de ene kant op de andere kant. Hier komt nog de keuken voor, dus daarom loopt het niet helemaal door. Ja, dat is zeg maar zinloos, want daar zeg maar, zit de keuken. In de avond denk ik dat het heel mooi is. Hier gewoon zo'n vette ledlijn heb. Ik heb die in laten bouwen, omdat het hier het plafond een klein beetje naar beneden. Omdat het plafond een klein beetje naar beneden ging, dat moest vanwege kabels, leidingen en zo. Hier is een klein stukje naar beneden. En daardoor kon die mooie ledlijn in. Dit ziet er toch gaaf uit, mensen. Als er een keuken is, zie je het helemaal voor je. Nou, ik nog niet, maar dat komt nog wel. Ik heb er een soort van iets in laten bouwen. In die lichtknopjes, waardoor je alles met je app kan besturen. Maar gewoon met elke app. Dus het is niet U of zo. Maar je kan wel de U app gebruiken. Maar ja, het is dus best wel mooi. Eigenlijk, het is bijna dat ik erin kan, dat is chill. Te zien is hier de vloer. Ik zal even een stukje omhoog halen hier. Tadaa! De hele vloer loopt zo. Het is een Hongaarse punt, PVC. PVC is chill, want je kan het makkelijk schoonmaken. Volgens mij met vloerverwarming is het ook wel lekker. Het is heel dun. Nu gaan we naar beneden. Beneden is er echt veel veranderd. Dat is bizar. Hier ook de hele PVC vloer. In die Hongaarse punt. Je kan het niet echt zien, maar hier links ook wel. Laten we eerst in de slaapkamer gaan. Hier zit een deur in. Nou, dat is altijd handig. Kijk. Is dat even mooi? De slaapkamer zelf, hier staat mijn bureau. Ik ga het wel even schoon kunnen maken. Gadverdamme wat ze meer heeft. Kijk, wat je hier ziet is mijn slaapkamer. Daar komt het bed. En hier rechts komt de badkamer. Het is wel vet, want er zijn dus van dat betonstukachtige spul aan het plaatsen. Het is nog niet af. Het is over 2 dagen, 3 dagen pas af. Alleen het wordt echt fucking nice. Ik was dus alleen het idee om hier zo de badkamer te doen. Omdat het een beetje die pizza vibes, weet je wel, waar ik echt naar op zoek ben. Vies gaat allemaal eens. Ja. Die is weer schoon. Maar toen dacht ik, weet je, laten we gewoon de hele muur doen. Dat is gewoon vet. Die hele muur heb je gewoon nice. Ik heb mijn bed mee. Maar zoals jullie misschien weten, ik heb een grijs bed. Dus ik heb toen gekozen om een nieuw bed te kopen wat een beetje meer bruin tint heeft. Want grijs tegen deze muur aan ziet er denk ik niet uit. Nou, hier de nog stopcontacten. Dit is dan denk ik iets van de verwarming. Nee, kan ik niet aantrekken. Oh, ah. Nou, de wasmachine en daarop komt de droger. Heel makkelijk. Hierboven kan je eventueel je waspots en dingen kwijt. Of een lekkere Valencia sinaasappelsap. Dat kan natuurlijk ook. Nou. En hier, de tweede kast, dit wordt de garderobe. Hier komen de jassen te hangen en zo. Nou, gewoon chill. Onder hebben ze een ding waar je schoenen hier kan zetten, boven ook. Nou ja, daar kan je geen schoenen, maar mutsen, hoeden en zo. De wc, mooie zwarte deurklink. De wc wordt nog nieuw. Hier tegels op de achterkant. Very, very nice. Looks hella good, if you ask me. Kijk daar, voor mij zit hier trouwens. Kijk. Is dat even gaaf? Dat vind ik even gaaf. Dat is wel vet. Je hebt hier gewoon een lamp. Maar hierachter komt ook een lamp zijn. Ja, dat is wel gewoon vet. Ja, ben ik gewoon eerlijk in. Is gewoon echt heel erg gaaf. Even kijken, ik heb trouwens hier ook. Ja, kijk. Oh, dit is toch vet, mensen. Er zitten hier nog allemaal tape overheen. Dan lijkt het geel. Ik heb hier dus in de badkamer ook daarachter weer licht. En hier ook in het plafond. Nou, dit is toch echt fucking vet. Ik vind dit zo gaaf. Dit is echt een goede toevoeging. Als je zeg maar niet enorm veel licht wil in je badkamer, toch even lekker wat douchen. Nou, dan kan je dus hier zo gaan staan. Ik heb hier gewoon zo'n hele ledlijn hieronder ook. En hier kan je allemaal spullen spelen. En wordt dit toch echt wel gaaf, hè, mensen? Even serieus. Gaat zijn. Dan gaat ook. Oh, ik vind dit mooi, man, hoe het aan en uit gaat. Aan. Uit. Aan. Uit. Oké, nou goed, dat zijn dus de kasten, dingen. Hier ligt het allemaal vol met spullen. Hier. Kasten, bam. Gemaakt door de aannemer. Fucking chill. Want ik had eerst gekeken bij IKEA, maar dan hadden ze zeg maar niet dat het precies past. En nu is het helemaal van boven tot onder. Helemaal mooi. Nee, maar mensen, even serieus. Laat het in de comments achter wat jullie ervan vinden. Het begint nu echt mooi te worden. Echt very fucking very, very, very pretty. Laat het achter, ik ben benieuwd. Ik kan er gaan wonen als dit af is. En dit is hopelijk over 1,5 week af ongeveer. En dan kan ik hier gaan wonen. Dan kan ik hier slapen en douchen. En dat is gewoon belangrijk. Echt boeiend zoveel. Keuken, kijk, voor mij natuurlijk een detail. Ik kook al niet. Ja, ik doe het alleen in mijn huis omdat het hoort. Anders had ik niet in de keuken in mijn huis genomen. Nee, ik
ben er echt fucking blij mee. Het ziet er echt mooi uit. Het wordt schitterend. Het wordt echt een mooi huis. En daar ben ik blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het leuk? Zeg een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doe het. Ga echt lekker met abonnees. Hé man, we hebben 601 kamer of zo. 602, weet ik het joh. Ik weet niet eens joh. Maar hartstikke lekker. Bedankt voor het kijken. En ik zie je bij de volgende video mensen. De routine. Zo ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.